goedemiddag op deze woensdag. Het is vandaag 6 september. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb nu de statief werkend gekregen, dus dat is heel fijn. Het is nu eindelijk gelukt. Ik heb het eventjes moeilijk. We waren net eventjes gewoon in de groepsapp aan het praten. En ja, toch over opa en de zonnebloemen die er nu in zijn tuin, achter in zijn tuin weer wat mooier bij staan. Dat waren onze lievelingsbloemen, zijn tuin vol vlinders. Ik had het idee dat ik wat hoorde. Ja, gewoon, dat is gewoon, ja, mooi om te zien, maar ja, ook wel weer een beetje confronterend. Kom maar, tijgertje. Toen zag ik, oh nee, dat was zaterdag ook. En dan, mijn opa zat dan in de tuin, want als hij zich goed voelde, was hij in zijn tuin te vinden. Als het maar mooi weer was, dan was hij, en hij voelde zich oké, okay, dan was hij in zijn tuin te vinden. En hij had op een gegeven moment gewoon, hij had altijd voer staan van vogels. En die vogels kwamen op een gegeven moment gewoon bij hem op tafel zitten. Of op de rand van zijn stoel. Ik denk zelfs als hij had gewild dat hij ze had kunnen aaien, want mijn opa die had echt zo'n hele rustige vibe om zich heen. En ja, toen kwam er net ook nog even een filmpje binnen waarin je dus zag toen hij nog in zijn tuin was, dat hij op de rollator zat, hoe hij zich voortbewoog. Ja, en toen brak ik weer eventjes. Het is eigenlijk, ja, het is gewoon zo bizar dat het vrijdag alweer een maand geleden is dat hij er niet meer is. En er is eigenlijk nog geen dag geweest dat ik er niet aan heb gedacht. En hoewel ik het misschien in de vlog niet echt meer heb laten merken, omdat ik het misschien ook weer wat meer voor mezelf hou, heb ik het er nog steeds wel heel erg moeilijk mee. En dit soort momenten die komen dan gewoon even hard binnen. Dus dan, ja, toch wel weer eventjes dat ik het weer te verdriet voel van, ja, het is echt, ja, hij is er gewoon echt niet meer. Maar ja, goed, dat zal ik gewoon nog wel eventjes blijven houden. En ik moet zeggen, we hebben ook echt al de mooie herinneringen hoor, maar het blijft wel moeilijk. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en Vier Handen op één Buik. Is wel weer mooi om naar te kijken. Toen ben ik even gaan gamen. Toen had ik nog wat opdrachten voltooid. Kom maar, tijgertje. Kom maar. Nou, toen ben ik de vlog gaan afmaken. Maar mijn laptop is zo traag. Dus toen die vlog aan het editen was, toen ging ik mijn foto's ook bewerken voor mijn blogpost. Maar ik heb er toch nog twee niet afgekregen, omdat hij gewoon echt te traag was. Dus dat is nog niet gelukt, maar die maak ik vanavond wel eventjes af. Toen ben ik verder gegaan met de serie Who's Erin Carter. Ja, echt super, super spannend. Het wordt steeds spannender. Soms heb ik ook wel, er zitten best wel veel scènes in waarin je haar bijvoorbeeld echt wel ziet vechten. Dan denk ik soms wel eens, is dat niet een beetje ongeloofwaardig? Maar ik weet haar achtergrond nog niet en daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En daarna nog even boxen. En toen ben ik naar bed gegaan en ben ik een nieuw boek gestart. Ik heb nog wel wat pakketjes binnengekregen. Die ga ik jullie laten zien. En ik heb net even mijn sportroutine opgenomen. Dus die ga ik jullie ook even laten zien. Dus ik ga eerst even het pakketje laten zien. Dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. En dan moet ik nog even een handwas draaien en de handdoek in de droog. Want die heb ik vannacht gedraaid. Goed, de pakketjes. Ik had dus een verjaardagsjurk besteld. Die ga ik jullie laten zien. Ik hoop ook echt dat ik hem aan kan. Even kijken. Oh, dit is een andere. Ik had deze besteld. Want die vond ik super leuk. Ik dacht leuk voor mijn verjaardag. Maar nu wordt het natuurlijk hartstikke warm. En ik heb een jurk uitgekozen met lange mouwen. Ja, dat was niet helemaal opberekend. Op zich, het is wel een prima stukje. Als ik hem zo zie. Het is dus dit jurkje. Met een driekwart mouwtje. En ik vond hem heel erg leuk. Het is een oranje kleurtje. Ik ga hem nu ook even niet aanpassen hoor. Het is me veel te warm. Maar die vond ik dus super leuk. Dus ja, ik ga hem wel gewoon uitwassen. Ja, ik weet alleen niet of ik hem aan kan. Omdat het dus super warm weer wordt. Maar dat is dus deze. Ja, het ziet er heel leuk uit. Dan heb ik ook nog even zo'n pyjamaatje. Met van die korte mouwen. Ik had natuurlijk laatst zo'n pyjama met een poestrop. En nu heb ik er eentje met een konijn. Die zat ook wel super lekker. Dat is deze. Met zo'n. Hier dus een konijntje erop. Konijnen vind ik ook nog steeds leuk. Alleen ik begin er zelf niet meer aan, want ze gaan toch altijd vrij snel. Ja. Rood. Dus dat is deze. Nou, dan even gauw de andere pakketjes laten zien.
Dit is iets wat ik al heel lang wilde hebben, maar de doos is een beetje kapot. Ik heb hier even een mesje. Die is niet helemaal lekker aangekomen, dus ik hoop wel dat het goed is gegaan. Het is moeilijk. Doosjes openen. Hebben ze. Oh, het is ook helemaal niet het goede. Dit is niet wat ik heb besteld. Dus ik moet nu contact opnemen. Want ik heb dus letterlijk een bouwkraam gekregen voor kinderen. Dus hier moet ik eventjes contact over gaan opnemen. Want dit is dus niet goed. Ze hebben gewoon een verkeerd pakketje in de doos gedaan. Nou, die kan dan weer terug. Daar heb ik niks aan. Beetje jammer, ga ik straks eerst even regelen. Nou, dan maak ik deze even open. Dat is nog weer wat make-up. Is inmiddels ook niet meer nieuw natuurlijk voor jullie. Want er ligt momenteel echt een super toffe collectie van Revolution in de schappen. Deze zit heel strak vast. Lamp gaat aan. En dit is allereerst, dit is de Grease collectie. Er was een nieuwe collectie, make-up collectie, en die was van Grease. En ik vond dit geweldig. Ik heb hier allereerst het highlight palet van Grease. Grease is voor mij wel jeugdsentiment. Dit is het Hopelessly Devoted palette. Hij zit nu nog dicht, ik laat hem even dicht. Dus dat is het highlight palette. Dan heb ik hier het oogschaduwpaletten van de Pink Ladies. Die zit ook in een doosje. Dat zit ook nog dicht. Maar goed dat ik mijn mesje bij de hand heb. Kijk, dat is deze. Dat is gewoon een Pink Ladies trui. Van Revolution. En er zitten dan deze kleurtjes in. Superleuk. Als er één film is die ik al weet ik hoe vaak ik heb gezien, is het de film van Grease. Echt waar. Die heb ik echt al heel vaak gezien. Maar ik heb dus nog een aantal producten. Trouwens, voor de eerste keer dat ik iets bestel bij een marskramer. En het gaat meteen mis. Nou, ik moet daar even contact over opnemen. Ik ga ze gewoon eventjes een mailtje sturen. Oké. Nou, de collectie die ik dan nog heb. Dat is ook dus Grease. Ik hoop dat dit wel goed is gegaan. Want volgens mij is het weer zo'n dag dat er veel misgaat. Ik ga hier nog wel een extra video over opnemen hoor. Ik heb hier twee blushes van Rizzo en Sandy. De personages van Chris. Dus dat zijn deze. Dan heb ik drie lipsticks van Rizzo. Ja, ze zitten denk ik nog helemaal, ze zitten nog helemaal dicht. Ik ga dat allemaal nu eventjes niet open kunnen maken. Want ja, dat is gewoon een beetje lastig. Ik zal wel even de huls in beeld neerzetten. Dan hebben we Sandy. En dan hebben we Frenchie. En dan heb ik ook het paletten van de T-Birds. Dus dat is deze. Die ga ik ook even openmaken. En die ziet er dan zo uit. Het jasje van John Travolta. En die heeft dan wat donkerdere tinten erin zitten. Wat staat erin? That's my name, don't wear it out. Ja, oké. Dat was eventjes alles wat ik wilde laten zien. Ik ga even een handwasje aanzetten. De handdoek in het droge knallen. En een mailtje sturen. En dan ga ik even poetsen. Dus dat. Jullie kunnen nu gaan kijken naar mijn sportroutine. Thank you.
Zo, ik ben weer klaar. Het is weer een beetje donker, maar ik heb het zweet ook wel dik op mijn voorhoofd staan. Ik ben best wel druk geweest. Ik heb dus de woonkamer helemaal gedaan. Toen ben ik het oude papier gaan opruimen. En toen bedacht ik me ineens, hey, de koelkast die kan ook wel even een schoonmaakbeurtje gebruiken. Morgen worden mijn boodschappen bezorgd. Ik heb ze dus besteld, omdat mijn coach op vakantie is en die komen dus morgen binnen. Ik had nog geluk, ik kreeg de eerste 4 keer wordt het gratis bezorgd. Nou ja, ik zal er niet heel vaak gebruik van maken, maar mocht het voorkomen, heb ik dan dus nog 3 keer. Er was nu ook wel een kortingscode voor gratis bezorging. Maar ik dacht, hoe lekker is het als mijn boodschappen morgen binnenkomen en die gaan dan ook gewoon gelijk een schone koelkast in. Dus die heb ik ook gelijk even meegepakt. Het zijn van die klusjes, ja, uiteindelijk, weet je, dat zijn van die klusjes die je makkelijk vergeet, maar het zijn ook klusjes die nodig zijn, dus die is lekker weer schoon. Nou, de was zit nu in de droger. Die handwas stel ik vanavond even aan. Want ik wist niet of dat ging lukken. Want ik dacht, misschien zijn dat wel te veel machines op één groep die dan aangaan. Het is natuurlijk wel bloedheet met die droger. Maar ja, omdat ik de handdoeken heb gewassen, die moeten in de droger. Ja, op zich best wel veel gedaan, maar ook wel lekker. Nu ga ik zometeen nog eventjes lekker relaxen. Ik moet alleen even kijken met de televisie straks. Want T-Mobile die heeft een andere naam gekregen. Ik zal eens even kijken hoe het nou ook weer heette, want ik kreeg er een sms'je van binnen. T-Mobile heet nu Odido. En ik wilde straks even op YouTube kijken en toen deed ik het via de televisie, maar toen wilde de televisie niet aan. Dus volgens mij is dat nog allemaal aan het updaten en zo, dus ik hoop wel dat dat goed gaat. Maar dat is dan weer eventjes wennen, want het was ook niet aangekondigd. Ja, het schijnt dit nieuws te zijn geweest, maar ik heb het niet meegekregen. Maar vandaag, vanaf vandaag heet ze dus zo. Dus nou ja, goed, dat moeten we maar even zien. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en eten. Vanavond, ik ga even mijn nagels bijwerken, want ik heb best wel wat chips. En ik wil morgen nog een video opnemen. Dan moeten ze er wel netjes bij staan. Maar die kan ik wel even plaatselijk bewerken. Vanavond heb je gewoon goede tijden. En er begint een nieuw seizoen van Beter Laat Dan Nooit met allemaal nieuwe mannen. Nieuwe presentatrices. Ik ben op zich wel benieuwd. Ik denk dat ik nog eventjes ga gamen. Dan ga ik mijn laatste foto's bewerken om een blogpost te schrijven. Een thumbnail maken voor de vlog. Ik heb de Mars Kramer even een mailtje gestuurd over dat pakket. Dus ze verwachten het binnen 1 werkdag af te handelen. Dus daar moet ik gewoon even op wachten op de bericht terug. Dan ga ik weer verder met mijn Netflix-serie. En daarna nog even box. En dan ga ik lekker weer naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt het ook wel. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu eventjes lekker in de relax-modus. Want daar ben ik wel even aan toe. Want ik heb alweer genoeg gedaan voor vandaag. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 7 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen van een trendeditie van Essence. Dus dat ging goed. De boodschappen zijn al bezorgd, dus die ga ik jullie zo ook even laten zien. Dat ging echt super snel, dat was wel lekker op tijd, dus daar ben ik heel erg blij mee. Gisteravond heb ik naar Goede Tijden gekeken en daarna naar Beter Laat Dan Nooit. Nou, ik heb hier wel heel erg om moeten lachen, wat was dit leuk. Dit format, dat was natuurlijk eerder al met 4 andere mannen. Maar ja, op een gegeven moment Willy Brodsch, die is natuurlijk overleden. Die zat in de eerste 2 seizoenen. Weer die lamp, hè? En de andere, ik weet ook niet of dat hij nog door wilde toen hij overleden was. Of dat ze hebben gezegd van nou, wij stoppen er ook mee. Maar het is nu ook op SBS6. Waarom gaat die lamp nou niet uit? Echt, serieus. Het wordt nu gedaan door Estefane Polman. Leuke meid ook. Deed ze ook heel erg leuk met die mannen. Maar ik moest er gewoon wel heel erg om lachen. En dan zat Frits Barend die deed mee. En die had op een gegeven moment een petje op. En daar ging dan weer een helm overheen. Dat zag er gewoon heel grappig uit. Nee, ik vond het echt superleuk. Daarna heb ik nog even gegamed. En toen ben ik mijn foto's gaan afmaken. Voor mijn blogpost die geschreven moest worden. Dat is allemaal gelukt. Toen kwam ik erachter dat de vlog weer vastliep ergens. Dus toen moest ik hem weer eventjes opnieuw opslaan. Dus dat kostte allemaal weer wat meer tijd. Thumbnail moest nog gemaakt worden. Dus toen heb ik die video maar geüpload terwijl ik naar mijn Netflix-serie zat te kijken. En dat duurt dan soms allemaal best wel lang. Uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gekomen. Netflix-serie was ook alweer super spannend. Dus dat was heel fijn. En daarna heb ik nog even box gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen.
Ik ga jullie vandaag meenemen in het versieren van het huis. Maar dat kan zijn dat die beelden ook pas van vanavond zijn die je er zometeen gaat zien. Omdat het nu nog heel warm is. En als ik nu ballonnen ga blazen, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Die zijn vanavond zacht. Ik zou wel wat slingers of zo kunnen ophangen. Maar het kan ook zijn dat ik dat dus vanavond doe. Maar dan zien jullie die beelden dus straks al. Dus dat. Nou, hier staan de boodschappen. Die ga ik er even bij pakken. Ik heb hier twee kratten met boodschappen. Die ga ik even pakken en dan ga ik die laten zien. En dan ga ik die ook even opbergen. Wow, ik ben nog een beetje ingeschoten van de video. De kratten zijn verplaatst, dus ik ga het jullie laten zien. We hebben hier allereerst kipfilet. Die ga ik maandag eten. Die gaan wel even de vriezer in, want die zijn tot de 10e. En met kip moet je geen risico nemen. Dan heb ik hier 7-Up, althans van het eigen merk, met suiker, want dat wilde Nathalie graag drinken. Ze zijn nog koud, ik weet niet hoe dat kan. Dan hebben we hier de toetjes. Dan hebben we de twee pakken slavinken, die waren in de aanbieding. Kijken hoor. Dan hebben we hier nog een fles. Ik had er 3 gekocht, dus die andere kan er wel even in blijven zitten. Een busje slagroom voor bij de taart. En dan moet ik even die ding eraf zetten, want dan komt de volgende. Dan hebben we hier de spullen voor de diepvries. Oké. De Felix gelei heb ik nu gekocht, want ik had het idee dat de katten niet meer zo heel goed gingen op het voer van de Lidl. En ja, daar kwam ik ook niet. Ik denk, ga ik dat kopen? Even zijn op de kuppensoep. Een pak wijn. 3 flessen cola. Nog erbij. 2 keer tapasta was ook 1+1. De aqua fresh peppermint. Is wel handig, want zo'n tas. Oké. Hier zitten nog frikandellen in. De patatjes. En de aardappelschijfjes. Maar dit komt nog wel eens een keer van pas. En dan heb ik hier. Oh ja. De zegels. En de. Oh ja, de kassabon is dit. Ja, normaal gesproken kostte dit €58,32. Maar in totaal was ik nu €47,97 kwijt. Want er ging dus korting van af. Maar er zitten dan ook 2 kratjes bij waar je statiegeld voor betaalt. Ja, dat zijn de boodschappenkratten. Maar die staan op €0. Nee, wel. Dat statiegeld. Daar betaal je €10 voor. Want ik wou zeggen, ik zat op €37. Toen ik hem. €37 zat ik op toen ik hem bestelde. Maar omdat die statiegeldkratten erbij komen. Maar die kun je dan weer inleveren. Dan krijg je dan voor terug. En je krijgt dan hier je zegeltjes erbij. Dus dat is top. Je komt gewoon aan de deur betalen. Dat ding is wel even vast. Maar goed, dat ging de jongen zelf wel oplossen. Ik zeg, misschien is het te wachten. Ik ga opruimen. En dan ga ik hier eventjes wat dingen doen. En dan neem ik jullie dus. Zien jullie dus eventjes hoe ik mijn huisje ga versieren voor mijn verjaardag morgen. I'm not afraid of the dark.
Zo, nou, ik ben wel even lekker bezig geweest. Ik ging klussen. Had ik beter niet kunnen doen, het is veel te warm. Hey Siri, hoeveel graden is het? Het is buiten ongeveer 29 graden. Oké, nou ja, goed. Ik wilde even wat dingen doen. Het zat me een doorn in mijn oog. Ik vind het allemaal niet mooi. Ja, nu zit ik weer met iets, want nu hangen de snoeren weer heel lelijk. Ik moet dat echt eventjes kunnen veranderen, maar ik heb er denk ik een oplossing voor gevonden. Dat ga ik dan nog proberen. Maar ja, ik wilde dit graag doen, want het zat me allemaal niet lekker. En dan in mijn hoofd dan denk ik, oh, dat doe ik wel even. Maar het was eigenlijk gewoon te warm. Het is gewoon altijd jammer dat je met snoeren zit. Kijk, die naar beneden, die zijn wel netjes weggewerkt. Hangt er nou eentje los, ga je zeggen. Oh nee, nee. Maar ja, die aan de zijkant, dat vond ik niet mooi. Maar ik heb het wel voor jullie gevlogd, maar ik laat het later eventjes nog zien wat ik nou heb gedaan. Want er moet toch iets opgehangen worden. En dat probeer ik van het weekend te doen als het binnenkomt. Want dat had ik dus besteld en dat was verkeerd. Dus dat heb ik even gedaan. Ik ben nog even verder gegaan met zo'n potloodlijst. Ja, deed ik het ook weer verkeerd. Dus die ga ik waarschijnlijk ook weer opnieuw maken. Gaat echt allemaal heel soepel. Dan moest ik even een telefoontje doen. Toen stond ik weer heel lang in de wachtrij. En dan... Wow, gewoon eventjes minder. Maar goed, komt allemaal wel goed. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. En dan, nou ja, dan ben ik weer wat opgeladen. Eventjes lekker douchen. Straks even lekker eten maken. Dan eten. Vanavond Goede Tijden kijken. Mijn nagels doen. Want deze gaat eraf, deze lak. En dan ga ik gewoon even verjaardagsnagels doen. Eventjes mijn haren in de krul. Gewoon eventjes lekker zo'n me-time momentje. Gewoon even lekker. Ik ga dan ook het roer omkijken. Dat vind ik altijd wel leuk. En dan, ja, zoals ik al vertelde, jullie hebben de beelden nu gezien dat ik mijn huis ga versieren. Maar dat moet ik nu dus nog doen. Klinkt heel onlogisch, maar ja, goed. Toch een beetje in de feestelijke stemming. Dan kan de boel ook open, want nu is alles dicht. Maar goed, ik heb alles wel gered wat ik wilde doen. Dus dat is fijn. Verder ga ik vanavond mijn foto's bewerken en weer kijken naar Who's Erin Carter. Vandaag staat ook het nieuwe seizoen van Virgin weer voor online. Dus zodra ik deze serie heb uitgekeken, begin ik daaraan. Dan ga ik nog even box kijken en dan ga ik ook naar bed. En dan, ja, is morgen mijn verjaardag. Nou, het wordt een heel rustige dag, maar dat geeft niet. Het wordt gewoon wel prima. Ik ga het dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 8 september en ik ben jarig. Yay, happy birthday to me. Ik heb mezelf even klaargemaakt. Ik heb alleen een knoop in mijn ketting die ik er voor geen meter uit krijg. Dus dan moet ik nog eventjes mee aan de gang, maar ik was het een beetje zat. Ja, het is behoorlijk warm natuurlijk. Ik denk ook echt dat dit de warmste verjaardag ooit is die ik heb gehad. Ik heb wel mijn jurk aangetrokken, maar ik heb de mouwen opgestroopt. Ik wil hem toch heel graag aan. En op zich weet je, het maakt ook niet uit wat je aan hebt, want warm heb je toch wel. Nou, ik heb de boel versierd. De ballonnen zijn nog hard. Dat verbaast me heel erg, omdat het zo warm is. Ik moet wel eventjes mijn twee weer even opnieuw opblazen. Die is een beetje leeggelopen, maar ik heb er ook een rietje in gestopt. Want ik merkte dus dat die ballonnen zijn weer veranderd. Dat vind ik heel raar. Maar goed, ik heb mijn eigen verjaardagscadeautjes ook binnen. Het jammer is, er zouden ook kaarten in de brievenbus zitten en die zaten er niet in. Dus dat vind ik wel jammer, maar ja goed, daar doe je niet zo heel veel aan. Ik heb gisteravond gekeken naar het roerom en ondertussen even de boel versierd. Daarna ben ik nog even gaan gamen en toen heb ik mijn foto's bewerkt. Daar heb ik nog even een paar nieuwe voor gemaakt.
Ik weet niet of ik ze nou al bewerkt heb. Dat is even een goede vraag. Moet ik even over nadenken. Weet ik zo niet uit mijn hoofd. En ja, dat is het eigenlijk ook wel. Toen ben ik een Netflix-serie gaan kijken en boksen. En daarna ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Toen ben ik ook wel gaan slapen, want ik was ook wel moe. Nou ja, vandaag wordt eigenlijk gewoon een rustige verjaardag. Ik ben gewoon alleen en ja, ik ga gewoon eventjes, sowieso even Animal Crossing doen. Want daar wordt ook mijn verjaardag gevierd. Dat vind ik altijd wel leuk. Dan ga ik jullie wel eventjes in meenemen. Misschien nog even wat creatiefs doen. Ik denk nog even toch wel wat dingen opruimen. Want de hele dag stilzitten is toch niks voor mij. Ik moet nog even wat oud papier wegbrengen naar de kliko. En straks uiteraard gaan we even de cadeautjes samen uitpakken. Ik zal even het jurkje laten zien in de spiegel. Ik loop er even heen. Zo ziet hij er dan uit. Het is wel gewoon een heel leuk jurkje. Maar de mouwen zitten dus iets langer. Maar ik heb ze even opgestroopt. Leuk met een V-halsje. En nou, ik vind het wel een heel leuk jurkje. Dus wel verjaardag waardig. Ja, de katten krijgen straks ook even wat lekkers. En nou, dan ga ik zo gewoon even wat doen. Dus ik neem jullie vandaag gewoon mee in mijn verjaardag. Ook al, ook al wordt die rustig, maar morgen vier ik het dus met de familie. Dus dat komt ook wel goed. Dus ja, ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag.
Oké, tijd om mijn eerste cadeautje over te maken. Ik moet alleen even een mesje pakken, want ik zie dat het goed is vastgeplakt. Dus die zal ik even halen. Ik heb een ketting uit de knoop gekregen, dat is ook wel weer fijn. Zo. En hier zit in een haaraccessoire. Daar kun je dus knotten mee maken, maar ook staarten. Die kun je dus zo inklappen. Die wordt dus heel klein, maar nu is hij nog groot. Ik heb een zwarte gekozen, die had ze in meerdere kleuren. Ik had deze al een tijdje op het oog. Ik dacht, nou, dat is wel een leuk verjaardagscadeautje. Ik heb deze besteld bij haar accessoires. Ja, je kon het ook bij Bol doen, zeg maar. Maar dan werd hij minder snel verzonden. Dan had ik hem pas later in huis gehad als nu. Dus dan is dit prima. Dus dat is alvast die eerste. En dan maken we straks de andere nog even open. Zo, ik ga even deze Starbucks lekker opdrinken. Het is eigenlijk nog een kersteditie, maar hij is nog wel goed. Daar ga ik nu eventjes lekker van genieten. Terwijl ik nog eventjes lekker wat creatiefs ga doen. Ik heb wat dingen opgeruimd, dus dat vind ik wel even lekker. Even een rondje met de versiering. Ik heb hier een Happy Birthday slinger. Nou, gezellig ballonnen. Hier een Happy Birthday slinger. Ik zal die lamp even uitdoen. Dat valt nu een beetje weg. Oké, die dus... Daar 32, hier ballonnen, daar ballonnen, hier nog ballonnen. Dan heb ik hier deze leuke slinger die ik elk jaar heb en deze. Dit waren eigenlijk hartjes ballonnen, maar het zijn gewoon rondjes. Hier nog ballonnen, hier nog een 32, maar de 2 die gaat een beetje, die wordt vervaagd, die gaat een beetje weg. Dan heb ik hier pompons, maar dat was ook niet echt handig, die wilde niet echt. Hier nog happy birthday en daar nog dan een pompon, dus ja, wel leuke versiering zo. Katten die waren aan het eten, Nicky hoeft het weer niet. Maar ik dacht, dan kan ik eventjes nog een laatste cadeautje openmaken. Ik heb hem al even opengesneden. Want ik heb naast dat ik het haaraccessoire heb gekocht, nog zo'n opberger gekocht voor mijn kwasten van Real Techniques. Ik heb al zo'n grote, zeg maar. Ik wil ook even een plaatje van de beeld neerzetten. En ze hebben dus ook een... solo. En ik dacht, die kan ik eigenlijk nog wel gebruiken. Want ik heb nu echt nog een paar kwasten die er niet in kunnen. Die staan tussen mijn andere kwasten. En ik vind het toch wel heel leuk om alle Real Techniques kwasten bij elkaar te hebben. Dus die heb ik dan ook nog even voor mezelf gekocht. Dus ja, dat is ook wel weer leuk. Dan kunnen daar de kwasten in. Die kun je gewoon naar je spiegel of aan je muur bevestigen. Maar je kunt ze er ook weer afhalen. Dus dat was even het tweede cadeautje. Ik vind het wel echt super jammer van de kaarten dat die niet zijn gekomen. Dus dan hoop ik wel morgen. Want ja... Ik weet gewoon dat de mensen die dat verstuurd hebben ook super jammer gaan vinden. Ik ga even kijken bij de katten met het eten. Maar dat hoofd, dat zweet jongens, niet normaal. Nou, de katten hebben net wel gegeten, maar het eten ging niet heel goed. Het ging vrij slecht, dus daar baal ik wel van. Mickey wilde het weer niet opeten en ik heb het nu weggezet. Want anders gaat mijn huis het opeten en die spuugt de boel weer uit. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ga nu heel eventjes relaxen, want... Ja, ik heb toch nog best wel veel gedaan. Was naar boven gebracht en ben nog heel even aan het knutselen geweest. Maar ik was ook niet echt vooruit te branden. Ik heb wel wat dingen gedaan. Ja goed, ik ben ook jarig, dus ik mag natuurlijk gewoon doen wat ik wil. Ik ga jullie vandaag iets langer meenemen omdat ik tenslotte jarig ben. Maar ik ga nu eerst eventjes in de relaxmodus en dan zie ik jullie straks weer. Maar ik verlang ook wel heel erg naar een douche, moet ik zeggen. Want ik heb het zweet staat echt overal. Dus ik denk dat ik dat straks wel eventjes lekker ga doen. En dan bestel ik straks ook nog eten. Dus ik neem jullie vandaag iets langer mee. Maar nu eventjes in ieder geval lekker relaxen nog. Zo, ik heb even lekker gerelaxed. Ik heb ook eventjes een besefmomentje dat het nu gewoon alweer een maand geleden is dat opa er al niet meer is. En dat maakt me nu toch een beetje verdrietig. Het is dubbel, weet je. Je bent jarig, maar het is ook een maand geleden dat opa overleed. En dat... Ja, is gewoon nu eventjes heel dubbel. Ik denk dat ik zo gewoon eventjes lekker ga douchen, want ik heb het echt heel erg warm. En dan kan ik straks gewoon, als ik gegeten heb, dan heb ik toch geen zin meer om te douchen. En dan vind ik het ook wel lekker om gewoon, ja,
mijn eigen dingetjes nog eventjes te doen. Dus dat ga ik zo maar eventjes doen, maar ik had nu even zo'n moment van, oh ja, ik voel me nu gewoon eventjes een beetje verdrietig. De krullen zijn wel goed gelukt, maar ik heb ze dus even vastgemaakt, omdat het dus zo warm is. Dat vind ik wel jammer hoor, dat het vandaag zo'n onwijs warme dag is. Ik verlang ook wel naar wat koeler temperatuur. Hey Siri, hoe warm is het? Het is buiten ongeveer 30 graden. Ja, zie toch 30 graden. Op zich, het gaat goed in het jurkje, want hij zweet dus niet. Dat is dus echt het ideale. Het is zo'n lekker jurkje, omdat het een heel lekker stofje is. Ik weet niet precies welke stof het is. Hij zit wel echt super lekker. Ja, je moet hem alleen een beetje zo doen, want anders dan gaat hij te laag hangen. Maar goed, dat kun je natuurlijk makkelijk oplossen door een hemdje eronder aan te doen. Ik denk dat ik zo toch eventjes ga douchen, want ik heb ook een klein beetje hoofdpijn gekregen van de warmte. En ja, gewoon... Ik heb nu even zo'n blij momentje. Zo, het eten was heel lekker. Nu ben ik even koffie aan het maken. Ik heb mijn haar even weer in de krul gezet vanmorgen. En dan ga ik even Hudson en Rex kijken. Vind ik wel even leuk. Daar heb ik wel zin in om even te gaan kijken. Dat ga ik mooi eventjes doen. En dan, ik snap alleen niks van die marskramer bestelling. Want ik heb hem dus opnieuw besteld. En volgens mij is hij nog steeds niet verstuurd. Dus ik moet hem maar weer even een mailtje over sturen. Maar het wordt dan weer na het weekend natuurlijk voordat hij dan komt. Daar baal ik een beetje van. Want ik had hem eigenlijk graag het weekend willen hebben. Maar ja, goed. Het is wat het is. Ik heb het idee dat het gewoon niet verstuurd is. Ik snap het allemaal niet zo goed. Zo, Hudson en Rex was leuk. Ik heb even gegamed. Nu ga ik de video even in elkaar zetten. En daarna nog even mijn blogpost schrijven. Netflix kijken. En nog even een aflevering van CMC. Dan ga ik maar weer naar bed toe. Ja. Ik heb op zich een prima dag gehad. Prima verjaardag. Al had ik het later op de middag een beetje moeilijk. Dat ik me een beetje eenzaam voelde. Dat heb ik altijd, ja, normaal kan ik prima aan op mijn verjaardag, maar ik had nu gewoon even zo'n momentje, maar soms heb je die. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu eventjes gewoon mijn dingetjes doen. En dan is morgen het echte feest eigenlijk. Dus ik zou bij deze dus zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is vandaag 9 september. Ik ben klaargemaakt, want ik vier dus zometeen mijn verjaardag met de familie. Met de kliko aan de weg gezet. Ik ben naar de brievenbus geweest. De kaarten zijn gekomen. Deze ook een hele leuke kaart met allemaal lovers erin van Nathalie, Frank, Jara en Lente. Heel leuk. En dan nog deze hele leuke kaart die heel lang is van mijn moeder. Super leuk. Die ga ik zo even neerzetten. We waren dus toch een dag te laat. En ik had gisteren een nieuwe klant pas binnengekregen van de Bijlkoop en er zat een zakje zaadjes bij. En hoe toevallig, ik kreeg zonnebloemen. Opa's lievelingsbloemen. Nou, dat vond ik wel heel toevallig. Ik heb gisteren de video in elkaar gezet, mijn blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken die echt super spannend eindigt. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het einde, want dat is vanavond. Toen nog even CMC. En toen ben ik nog even naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Maar ik was vanochtend al heel vroeg wakker. Ik had heel erg dorst. Ik heb op een gegeven moment mijn fles gevuld met water. Want gewoon water drinken hielp niet meer. Toen ben ik uiteindelijk nog wel even gaan slapen. Maar het was zo vies benauwd warm hier nu binnen ook. Oh, ik zie er eigenlijk, ik vind het gewoon best wel heftig om nu straks met een koppel binnen te zitten. Omdat het al zo warm is. Maar er wordt nog een tweede ventilator even meegenomen voor vanmiddag. Dus dat is mooi. Ik ga nu eventjes de laatste dingen doen. Dan ben ik ook klaar voor als de visite straks komt. Ik ga nog even de camera een beetje bijladen. En dan neem ik jullie vanmiddag gewoon mee in de verjaardag. Maar nu maar eventjes mijn dingetjes gaan doen. De camera ligt even op te opladen. Maar dit is de outfit van de dag. Dit is een jurk die heb ik van de zomer. Dus kan prima. Maar het is wel super warm. Maar goed. Het is even niet anders. Maar ik vind hem wel leuk staan. Dankjewel. Ja, ze naast heel ook al. Ja, nou. Nou, over het. Oh, stop. Letten. Uit beeld. Oh.
maar schuiven. Hoef je niet meer zolder. Oh, wat wijs. Hey, oh, dat is ideaal. Oh, wat leuk. En een selfie ring light. Oh, dat is leuk. Superleuk, dankjewel. Oh, dat ben je wel. Ik heb wel een cadeautje heen, maar scheelt er wel weer een hoopje. Mooi cadeaupapier. Ja, we hebben wassenpapier. Ja. En net al kerstpapier. Oh ja, jee, dankjewel. Goh, wat verrassend. De stempel. Kijk, ze gaat tante kaartje maken. Ja. Ja, hè? Hey, goed. Dat doe je echt. En kan je nog een keer zeggen, ja. Nog? Nee. Oh. Nee, dat maakt ook. Ik ben taart aan het eten. Nog. Roze, als we het nog. Ik denk dat ik er wel wat les moet. Ik kan best niet zo. Ik kan het niet zo. Lekker. Hé, ja. Welke kleur heeft die lente? Wat is dit voor kleur? Kijk, het is een leuke kleur. Dat is een lekkere trui. Heerlijk. Heerlijk. En ja, welke kleur lekker had hij? Straks lekker met de winter. Ja, nou. Kijk, er staan roze. Er staan sterretjes op. Ja, hier zie ik er een. Een sterretje en hier een. Een sterretje. Dat ze bij de action alles aan die pakken met haar. Ik heb alles ingepakt. Oh, jij hebt ingepakt. Dankjewel. Oh, heb je ook expres veel plakband gebruikt? Expres heel veel plakband. Ja, dat dacht ik al. Fijn, er zit een roze plakband in. Goeie, hè? Dat is een goeie. Vind jij dat weer een leuke grap? Want jij hebt weer een plakband. Overdrijf toe. Oh mijn god! Nee, ik wil een kusje voor jou, dat vind ik niet. Nou, wil ik een kusje van Chris of Julie? Ah ja, leuk! Een poesje eet wie? Hey, die is leuk, ja. Heel leuk! Zeker! Het is goed in de huid, maar ja. Oh, zo? Nou, ik was in de winkel. Oh, en dan gaan we zoeken. Geld ingestoken. Nee, maar tante heeft hem niet in de afspeellijst. Dankjewel. Die is ook zo leuk ingepakt. Tante heeft hem niet in de afspeellijst. Oh, ook zo'n nieuw plakband. Zo, de tandjes. Het is een beetje lastig om in te pakken, dus ik dacht niet van heel plakband op. Ik zie het. We zitten in ieder geval dicht. Ik ga even kijken. Nou, ga even kijken. Nee, we gaan niks kijken met jou en Julia. Je kan een boom in. We eten dus Julia de echte. Ja, klopt, maar hij deed het niet. Hij was eigenwijs. Toch? Nou zit je net als opa net. Ja. Ze wilde ook dat ik net zo ging zitten terwijl ze op schoot zat, maar dat ging niet. Ja, mag ik je neus pakken. Ja. Ik dacht, we gaan opa's neus terug. Ja, dan heb ik er bijna. Oeh, lekker. Wat is het? Abwasmiddel. Stille heer. Body wash. En verruiken. Oh, het is heel lekker. Dus met... Niet opdrinken vanavond. Oh, er zit ook olie in. Oh, dat is wel lekker voor mijn droge huidje. Lekker. Droge huidje. Sweet Dahlia. Nou heb ik je neus. Nou had ik hem. Pak het terug. Ja, zeker. Oh, nou heeft Lent hem op haar neus gezet. Nou heb je ook eens neus. Terug. Zit je het neusjes te pakken? Zo, dat heb ik je oren eraf gehaald. Ah, leuk. Ja, ik kan er wat over. Ik wist het niet. Nee, dat is altijd goed, toch? Lastig. Oh, let eens, kijk uit met die voeten, schat. Hé, hey, zit je voet los? Zit je voet nou zo los? Nou, dat is in de dag. Zet je voetje los? Superhandig. Hey. Dankjewel. Ja, ja. Nou, dan kan jij net zijn, ook zo flexie. Ja. Ja, dat klopt. Ik kan wel bijna mijn been in mijn nek. Ja, dat hoor je al. Oh.
Oh, die is een beetje open. Nee. Met z'n allen armen, maar hij had het net zo goed kunnen maken. Ja, dat is waar. Ja. Nou, vastplakken. Ja, ik had nog een stukje van een andere pakketje kunnen trekken. Ja, daar word je zoveel bak bij. Ja, schat. Reserve. Nu was het plan om te spelen. Ja, wat wil je spelen dan? Wat heb ik hier van Julia? Lekker. Je kop alweer wakker. Ga je even dansen? Lekker, dankjewel. Ja, maar je moet er niet opeten. Nee, ik ga niet opeten. Nee, je zegt zo lekker. Ja, dat is toch lekker? Ja, heerlijk. Ja, maar het is altijd lekker gewoon. Nou, had je nou op je gezondheid? Ja, beloond. Om de volgende 32 euro. Nou, hè? 64. Ja, wow. Dankjewel. Ga je toch lekker boven op schoot zitten dan? Nee, je moet een muizendans doen, hè? Ja. Hey, lente, lente. Eentje nog, hè? Wel laatste, ja. Dit is nog eentje. Ja, niet meer, hè? Dan deze weer opeten. Ja. Muizendans opeten. Ja, muizendans opeten. Kan ik deze even zetten? Ah, super, dankjewel. Nou, zeg je bij je lente zetten? Dat zijn lenttools. Lenttools. Voor met stempelen. Oké. Okay. Deze zijn beter dan die van de Action. Ja, dat zal ongetwijfeld. Welke merken ze? Oh ja. Tom Holland, Team Ranger Inc. staat hier. Wat is het? Laat ze? Oh, het zal beter maken. Nou, zal Tante Muizen. Dankjewel. Nee, zo staat het. Ik zal je ook een cadeautje. Ja, maar lieverd. Jij hebt een cadeautje gehad, je bent niet jarig. Oh, en dan ligt de pop ligt te slapen. Oh nee, nou is ze weer wakker. Ze is weer wakker. Superleuk, dankjewel. Ja, voor de zijn hondjes en poesjes voor de Switch. Oh, leuk. Ja. Lief, hè? Dat is toch hartstikke een mooi cadeautje. Dat heb ik toch goed, al weet ik wat erin zit. Maar dan is het te kwijt, wat een kleur. Ja. Niet over datum laten gaan, hè? Dit moet naar de wc. Ja, precies. Oh ja. Ja, precies. Dat is leuk spannend. Ja, cool. Ja, super. Dankjewel. Ik dacht dat ze bij de Action ook die bandjes hadden. Die zei, dat moet je niet doen. Dat is precies hetzelfde als deze. Rukkwaliteit. Oh. Ja, dat zou wel. Nou. Kom dan! Boosjes! Mickey! Mickey! Wil jij de kleine doen? Lentje, wil jij die doen? Weet ik niet, want ik heb ze echt gezien daarop. Geef je die? Dat stukje geef je aan die poesje. En die poesje. Dat poesje. Kijk, je kan hem ook op de grond leggen. Dan gaat ze hem eten. Kijk eens. Hier, Mickey, voor jou. Lente heeft je net gegeven. Doe jij alleen Mickey geven? Ja. Als je je handje plat houdt, kijk, doe maar handje plat. Hoe heet dat? Kunststof. Nee, hier. Hoe duurt het wat jij nog laag? 2 dagen. Hé, hey, ja, Pipo. Maar ik heb hem eerst gekoppeld aan... Oh! Nou, die is voor jou. Ja, ik heb hem wel gekoppeld aan mijn telefoon. Ja, dat heb ik al. Dan kan jij die weer aan Mickey geven. Ja. Zeg maar Mickey. Zo, die bijt in mijn vinger. Zo, verwarmd dan. Ook van Mickey? Ik weet niet, het is stof of zo, hè? Ja. Een soort geweven stof. Waar moet je zo voor elkaar heen of zo. En een groen met een kleur met kleurtjes. Oh, die pakt muis. Hier heeft kleurtjes. En je hebt ook zwart met muis. Alsjeblieft. Jij kan goed helpen, hè? Met oranje en met... Moeten we zo wel even goed handje... Oh. Oh. Niet zo slim. Ja, ik snap er niet waarom ze dat in de winkel hebben, maar ze het niet verkopen. Zo, oh, dat is niet zo. Nee, klopt. Dat het ook. Kijk eens, Mickey. Ik weet wel wat ik bedoel. Zo, nou is het op. Ja. Dan hebben ze lekker wat gehad.
Zo, inmiddels ben ik weer alleen. Het is nu 7:10. Dat is wel zo heel gezellig. En vader had even een nieuwe ventilator meegenomen, deze. Die heb ik nu dus ook weer. Dus dan heb ik er toch nog één. Die gaat dan ook naar de slaapkamer toe. Maar dat was voor nu wel even heel lekker. Want mijn moeder hele mooie roosjes gehad. Dus had toch even die mandjes voor mij meegenomen. Want dan kan ik verder met organiseren. Dus die zijn heel leuk. Die heeft ze op de vaas gezet. Van Nathalie kreeg ik deze leuke set. Het is dus een gereedschapsetje in het roze. Super leuk. Een hamer, een tangetje en een schroevendraaier. Super handig. Even kijken hoe wat ik allemaal heb gekregen. Wat? Nog wat van haar. Oh, dat kom ik zo tegen. Deze blendingstoel gekregen. Super leuk. De liniaal. Dat is een buigbare. Super handig, vind ik dat. Nog een cadeaukaart van de HEMA. Super leuk. Een bandje van Apple Watch. Dat is magnetisch. Super leuk. Een hele leuke spelletje voor de Switch. Dan kan ik weer lekker spelen met little vriendje, kleine vriendjes, hondjes en katjes. Dan heb ik deze gehad. Super leuk ook. Dan heb ik deze pyjama lekker gekregen. De Fluffy Etui. En deze hele leuke trui. Lekker, oversized. Dan moet ik alleen even kijken. Wat had ik nou nog? Ik weet het even niet meer. Ik heb nog M&M's gekregen. En een hamburgertje. Nog een kaart. Deze. Ook nog een kaart van een vriendin van mijn moeder. En nog deze shower gel. Even kwijt. Nee, volgens mij. Deze hele leuke selfie ring light voor op je telefoon. Er zitten twee kleuren in. Die kun je dus heel handig met een USB kabeltje opladen. Dus ook super leuk. Ik ga nu eventjes een beetje opruimen. Dan ga ik even lekker douchen. Dan moet ik nog even wat eten. Dan ga ik vanavond weer de Alles Kunnen Vips kijken. En ik hou van Holland. Ik heb eventjes, het begint ook een nieuw seizoen van... Goh, ik ben ook even de naam kwijt. Ik ben gewoon eventjes van mijn padje af. Hoe heet dat nou? Oh, wat een jaar. Dat heb ik even opgenomen, want het komt allemaal tegelijkertijd. En ja, nu ga ik gewoon eventjes lekker nog... ga ik zo eventjes lekker douchen en een beetje opruimen. En dan... ja, het was echt een hele leuke middag zo. En dan ga ik vanavond even de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Daarna ga ik eventjes de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken in WCMC. En dan ga ik daarna ook wel weer slapen. Dus dat wordt het. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Zo even opruimen, een beetje relaxen. Heerlijk geknuffeld met Lente en gespeeld. Lente lag lekker in mijn bed. Ik kreeg nog helemaal nog. Was echt super lief en die was een heel spelletje aan het maken. Was aan het springen over het drempeltje van de wc. En ze ging zelf al naar de wc toe. Ze wilde buiten samen chipjes eten met mij. Zaten we met z'n tweeën aan tafel. Ja, echt super lief. Dus, maar het was heel gezellig. Dus nou ja, prima. Ik ga jullie dan gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 10 september. Het is altijd een beetje een... Naar de datum, want het is vandaag de sterfdatum van mijn opa. Die is nu 12 jaar geleden overleden. En ja, daar denk je toch altijd wel weer aan. Dus ja, dat zijn altijd een beetje de moeilijke dingen. Omdat je, ja, dat was echt 2 dagen na mijn verjaardag. Dus dat vind ik altijd wel een beetje, ja, lastig. De tijd gaat ook echt raar. 12 jaar alweer, jongens. Het is echt wel heel snel. Ik zit momenteel even op de bank bij de ventilatoren. Ik heb ze weer alle twee hier neergezet. Ik heb ook hele opgezette voeten. Ik had voor gisteren had ik schoenen gepakt. Ik dacht, leuk bij mijn jurk. Maar ik probeerde ze aan te doen. Ik kwam er gewoon letterlijk niet in, omdat mijn voeten gewoon opgezet zijn van de warmte. Dus ja, wat dat betreft is het goed als er een einde aan komt hoor, want het is nou wel echt extreem. Ik ga heel even checken hoe de voorspelling nou staat.
Het is nu 29 graden. Morgen dan ook nog. Maar als het goed is, komen er morgenmiddag buien al aan met onweer. Maar het kan ook morgenavond worden. Weet je, ik wacht het wel af. Want ik kan nu wel heel leuk denken, ja, het gaat morgen allemaal gebeuren. Maar ja, de afgelopen paar weken was het ook steeds, ja, het gaat regenen. Nou, dan kwam er ook geen regen uit. Dan kreeg ik een melding, er komt regen aan en er kwam niks uit. Dus ja, gisteravond heb ik eventjes de Alles Kunnen Vips gekeken en Ik Hou van Holland, was wel leuk. Ik heb nog even GTA gespeeld. En toen ben ik de vlog voor geprobeerd het grootste gedeelte al te editen, maar het is niet helemaal gelukt. Dus ik heb nog echt wel wat dingen te doen. Maar het lukte gewoon even niet. Ik kwam niet zo heel verder meer. En nou ja, goed. Toen ben ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gaan kijken. Super spannend, ook het einde. Ik ben heel erg, was wel heel erg verrast. Ik vond het wel een beetje een open einde. Dus er zou nog een vervolg op kunnen komen. Maar ik weet niet of dat al bekend is gemaakt. Daarna nog eventjes CMC. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik nog even mijn boek gelezen. Dat was zo schattig, want mijn hele kussen die rook naar Lente. Want Lente had dus even in mijn bed gelegen. En ik rook aan dat kussen en ik denk, oh, ik ruik Lente. Zo lekker, zo'n heel schattig kindergeurtje heeft ze. Echt gewoon, ja, ik kan het bijna niet omschrijven, gewoon heel lekker. Dus dat, ja, dat was wel heel schattig. Maar ik heb niet heel fantastisch geslapen. Ik heb nagedroomd en ja, ook gewoon de warmte speelt ook niet mee. Ik ga zo even stofzuigen, groenten afhalen. Nog even de kwasten wassen, want het was eigenlijk gisteren aan de beurt. Maar ja, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. En dan ga ik even foto's maken en dan vind ik het wel weer goed. Geen voetbal, want het Nederlandse elftal moet denk ik nog de komende dagen. Dus het is volgende week pas weer dan. Maar goed, in ieder geval nog eventjes maar weer een dagje in de overlevingsmodus qua warmte. Ik laat jullie straks sowieso nog eventjes de fotospullen zien. Dus nu ga ik maar even aan de gang. Zo, ik heb even wat fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst de SOS Anti-Spot Gel van Essence. De laatste tijd heb ik weer veel last van puistjes, dus hoog tijd om deze te proberen. Dan heb ik hier het Pro Dessert Romance Slim Eyeshadow Palette van Catrice. En ik ga deze valse wimpertjes proberen van The Action. Dus ik ben wel benieuwd. Dus hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Katjes hebben inmiddels gegeten. Althans, muis en tijgertje. Mickey die weigert het voer van de Lidl op te eten. Ik heb geloof ik nog één zakje en dan krijgt ze lekkere Felix. Dus dan hoop ik dat het beter gaat. Ze moet het echt niet meer. Dus ik ben wel blij dat ik nu over ben gegaan op de Felix. Ik heb mijn haar even vastgemaakt, want ik heb het zo intens warm. Ik heb even de groenten afgehaald. De kwasten zijn schoon. Ik heb de foto's gemaakt. Heb ik net alles van opgeruimd. Het was alleen weer vervelend. Want het camerakaartje van mijn andere camera gaf weer aan dat die vol was. Toen heb ik het kaartje van mijn vlogcamera gepakt. En toen heb ik dus eerst straks het andere kaartje van de spiegelreflex maar even geformateerd. Want ik denk, ja, anders kan ik hem steeds niet gebruiken. En dan kan ik vanavond even de beelden van het huidige kaartje dan afhalen. Want dat is gewoon niet zo heel erg handig. Maar het is allemaal wel weer gelukt. Nu ben ik ook een beetje gaar. Maar dat komt ook door het weer. Ik ga soms even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Nou ja, vanavond heb je weer de postcode loterij miljoenenjacht. Daar heb ik wel zin in om weer naar te gaan kijken. Misschien daarna nog even wat terugkijken. Moet ik even zien. Ik ga sowieso nog even GTA doen. Ik heb ook even mijn nagellak eraf gehaald. Want die zat er nog op. En ik wil vanavond gewoon weer eventjes een andere kleur erop. Omdat het ook wel beschadigd was. En ik dacht, nou ja goed, dan haal ik het er alvast af voordat ik ga douchen. Dat vind ik dan net zo fijn. Verder ga ik eigenlijk niet zo heel veel doen. De foto's bewerken vanavond. Dan ga ik beginnen weer met Virgin River seizoen 5. Dat vind ik wel weer heel jammer. Want Virgin River is dus ook weer zo'n serie die dus weer de eerste 5 afleveringen van online komen. En daarna dan weer even wachten en dan de rest. Maar goed, het was eerder nooit eigenlijk. En daarna ga ik nog even box kijken en dan ga ik ook weer lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt het dan ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want zoals ik zei, ik ben een beetje moe. En ik weet gewoon soms even met dit weer niet wat ik met mezelf aan moet. Maar goed, daar ben ik niet de enige in, dus dat komt vast wel weer goed. Maar bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag. Het is 11 september. Ik ben klaargemaakt. Maar ik zit gewoon een klein beetje met mezelf in de knoop.
dit is niks ernstigs of zo. Het komt puur door het weer. Ik weet gewoon niet meer waar ik mijn warmte kwijt moet. Mijn hele lichaam is oververhit. Ik heb het gevoel alsof ik weet ik hoeveel graden koorts heb. Heb ik natuurlijk niet, want ik voel me verder gewoon prima. Maar het is gewoon puur, ik kan de warmte niet meer kwijt. Mijn huis is één grote sauna. Slaapkamer is verschrikkelijk. Slapen lukt gewoon bijna niet. Want dan probeer ik te slapen zonder de deken over me heen te trekken. Maar dan val ik dus niet in slaap. Dus ik heb die deken nodig. Dan val ik wel in slaap. Maar je kunt je warmte gewoon niet meer kwijt. En ik verlang gewoon heel erg naar die regen. Het zit er nog niet aan te komen. Het zou vandaag bewolkt zijn, maar dat is het ook niet. Maar dat is eigenlijk de reden dat ik een beetje met mezelf dwars loop. Van ja, ik kan het gewoon even allemaal niet meer zo goed handelen, die temperaturen. En dan lees ik gisteren reacties van mensen die dan zeggen, oh, dit mag echt wel tot kerst duren en ik vind het heerlijk, die temperaturen. En dan denk ik, hoe dan? Ja, die mensen kunnen er gewoon heel goed tegen, maar hoe kun je hier zo intens van genieten? Ik ben er zo klaar mee, het is buiten zo benauwd. En nou ja, goed, weet je, dat zijn weer hele persoonlijke keuzes, maar ik ben er in ieder geval goed klaar mee. Ik heb gisteravond gekeken naar Miljoenenjacht. Ja, dat was wel weer leuk. Daarna heb ik even een stukje van Alberto teruggekeken. Dat ging over de veiling van Freddie Mercury, die momenteel bezig is, waar ook best wel veel over te doen is. Hij heeft alles nagelaten aan zijn goede vriendin. En die heeft nu na 30 jaar heeft ze alles op een veiling gezet. Terwijl je dan denkt, ja, sommige stukken, waarom hou je het dan niet? Zelfs als een piano, die wordt verkocht. Maar ook echt originele teksten geschreven van Bohemian Rhapsody en zo. Nou ja, goed, zij wil alles verkopen. Maar het was eigenlijk de bedoeling dat het dan naar de fans ging. Maar het gaat om zulke grote bedragen. Die fans kunnen dat niet betalen, want het gaat echt over miljoenen. Dus nou, dat was wel even een interessant onderwerp. Ik heb nog even gegamed. Kwam ik ook weer niet zo lekker doorheen, dus toen was ik er ook wel klaar mee. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik moet nog eventjes één nieuwe maken, maar doe ik eventjes als alles weer open is, want het is nu te donker. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn heel licht roze. Ja, het stelt niet lekker scherp. Het is een heel oud lakje. Het is dit kleurtje. Deze roze. En daar heb ik dan deze pastel topcoat overheen gedaan, maar daar zie je niet zo heel veel van. Het is een mooie glimmertje, maar je ziet niet echt veel van de pastel tint, want hij is evengoed gewoon semi-transparant. Ik ben begonnen met Virgin River. Ja, dan moest ik wel weer even goed inkomen, want ze hadden wel een terugblik van het vorige seizoen, maar niet alles. Dus niet alles was meer even helemaal helder. Daarna nog even boxen. Toen ben ik naar bed gegaan om het boek te lezen. En het eindigde ook wel spannend. Ik wilde nog verder lezen, maar ik dacht, nee, ik kan beter nu gaan slapen. Dan ga ik vanavond lekker weer mee verder. Ik ga hier aan de gang. Ik ga de kattenbakken doen, de douche en alles. En ik heb voor jullie mijn kwasten gewassen. Dat ga ik jullie wel even laten zien. En ja, dat ga ik nu allemaal eventjes doen. Dus ja, tijd om eventjes aan de gang te gaan. Zal ik ook weer lekker overhit van worden, maar we moeten toch wel doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Een zweetgezicht verder en een bril die echt volledig van mijn gezicht afzag. Maar ik heb het allemaal weer klaar. Dus dat is lekker. Ook gelijk de handdoeken weer op zijn plek gelegd. Want die had ik gewassen. Dus die heb ik gelijk weer netjes teruggelegd. Dat is wel lekker. Dus nu, ja, ik ben ook echt net klaar. Ik heb net alles opgeruimd. En, maar het is wel heftig hoor met die warmte. En ja, dat weet ik dat heel veel mensen zeggen, joh, doe niet zoveel met die warmte. Maar het zit zo in mijn systeem dat ik die schoonmaak wil doen, dat ik het dan toch wel ga doen. Kijk, en ik had ook kunnen zeggen, ga ik vandaag een video opnemen. Maar dat heeft ook geen zin, want het is alles wat je doet is warm. Dan heb ik nu dit lekker in ieder geval klaar. Ik ga eens even kijken hoe het weer er nu bij staat. Oeh.
Ja, ik heb net even wat gedronken, want ik had heel erg een droge mond. Ik heb zo 1 graad gezakt, jongens. Zo. Ik had voor zaterdag had ik ook een fles met een lege fles had ik gevuld met water. Die had ik in de koelkast gelegd voor als er mensen water wilden. Dan hadden ze koud water. Daar had ik nog van over. Dus heb ik bij de kat in de bak gedaan. Dan hebben ze ijskoud water. Ik weet niet of ze het heel erg waarderen hoor. Ik weet niet of ze het lekker vinden. Maar nou, ga het wel zien. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes in de relax modus. Want er komt niet zo heel veel meer uit me nu. Dan ga ik straks even lekker douchen. Nou, dan moet je vanavond ook gewoon weer koken natuurlijk. Ik heb kipfilet met broccoli en aardappelkroketjes. Maar mijn moeder die had even de groentes meegenomen. Dus die had eventjes boontjes meegenomen en ook een broccoli. Want dat, ja, die broccoli, die, ik dacht dat ik die had besteld. Maar waarschijnlijk heb ik het verkeerd gedaan of zo. Dat weet ik dan ook niet, maar dat maakt niet uit. Vanavond ga ik lekker weer Goede Tijden kijken in Chateau Meiland. Ik denk nog wel even gamen. Ik moet nog even die laatste foto maken. Die moet ik dan ook nog even bewerken. Dan kan ik mijn blogpost schrijven. Dan ga ik weer verder met Virgin River. En daarna nog wel even een box. En dan ga ik daarna lekker verder met mijn boek. Ik hoop dat ik hem uitkrijg. Mijn was dus ook net klaar. Ik had er even een was in gedaan. Dus die kan ook nog even opgehangen worden. Maar nu eerst even relaxen. Want ik moet even bij de ventilator een beetje proberen af te koelen. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Oh ja, ik had nog een spin gisteravond in mijn douche. Echt zo eentje. Blah, spinnenseizoen. Maar goed. Ik ga nu eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 12 september. Ik ben klaargemaakt. En eindelijk zit ik weer een keertje in het licht. Het is wel wat afgekoeld. Ik ga heel even kijken hoeveel graden het is. Even checken. Ik ben een beetje verkouden aan het worden. Het is 24 graden, overwegend bewolkt. Nou ja, daar zie ik niet zo heel veel van. Ik vind de zon nog best wel aanwezig. Ik moet zeggen, ik vind het ook nog niet heel lekker aangenaam buiten. Ik vind het nog steeds dat er wel een warme gloed hangt. Maar goed, het is in ieder geval wel wat afgekoeld. Dus ik ben wel al aan het luchten. Ik heb de boel lekker openstaan in de hoop dat het wat gaat doortochten. Op de slaapkamer staat die ook open. En 1 douchedeur staat open, zodat het daar ook eventjes een beetje kan tochten, hoop ik. Want dat slapen, dat is nog steeds een drama. Ik heb gisteren rond 6:30 s'avonds de boel open gegooid. Want toen zag ik dat het afgekoeld was naar 22 graden. Toen dacht ik, oh, dat is wel lekker. Ga ik gelijk de boel open doen. En dat koelde ook echt wel af. Want ik zag hier echt de temperatuur heel mondjesmaat wel naar beneden gaan in de woonkamer. Maar ja, als je dan op een gegeven moment de boel weer dichtgooit, dan gaat hij natuurlijk ook weer omhoog. Dus ik hoop gewoon de komende dagen het huis weer koel te krijgen. Want ja, het is nu wel echt een beetje vies aan het worden. Ik heb gisteravond weer gekeken naar Goede Tijden en daarna Chateau Meiland. Ik moet wel zeggen, ik vond het allemaal niet heel fris met het ontbijt. Ze gingen ontbijt verzorgen, ze hadden last van wat vieze kopjes. Alles wordt ook met de handen aangeraakt. Dus het beleg, de broodjes. En ik denk toch dat het lekkerder zou zijn als je dat met handschoentjes doet. Dan hadden ze broodjes op de onderkant van de oven neergelegd, op de bodem. Ja, dat ging natuurlijk hartstikke verbranden. Dus ik weet ook niet of dat allemaal goed komt. Toen ben ik nog even een game gaan doen. En daarna eventjes, moest even een foto opnieuw maken. Maar het ging allemaal niet zo lekker met de laptop. Heb ik wel mijn blogpost geschreven en heb ik de foto uiteindelijk kunnen bewerken. Want anders had ik hem natuurlijk er niet in kunnen plaatsen. Toen ben ik verder gegaan met Virgin River, was ook wel weer leuk. En daarna nog even boksen. Toen ben ik naar bed gegaan, toen heb ik mijn boek uitgelezen. Dus vanavond begin ik aan het derde deel van deze reeks. Er komt ook een 4e aan, ik weet nog niet precies wanneer die uitkomt. Maar leuke boekenserie. Ik ga zometeen eventjes een video opnemen. 2 video's eigenlijk. En eerst even stofzuigen en zo. Dan ga ik even video's opnemen. Daarna nog eventjes diamond painten. Dus dat wordt het eigenlijk ook wel vandaag. Als het goed is komt vandaag wel het goede pakket van de Mars Kramer. Dan moet ik wel even wat dingen morgen gaan klaarmaken om retour te sturen. Want dat klopt dus allemaal nog steeds niet. Maar goed, daar ben ik in ieder geval achteraan gegaan. Dus dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Dus ja, ik ga nu maar eventjes wat doen en filmen. En hopen dat het nog gaat regenen vandaag. We'll be right back.
Zo, ik heb 2 video's opgenomen. Nou moet ik ze wel heel goed opslaan dat ik ze niet weer kwijtraak. De boekenvideo, dat gebeurde natuurlijk vorige maand. Dus daar moet ik nu eventjes goed naar kijken. Maar dat was wel fijn. Dus alles is weer opgenomen. Dus dat is wel weer lekker. Eventjes lekker diamond painting gedaan. Ik moet zeggen, het koelt nog niet heel erg af. Ook al staan 2 blazers hier. Maar het wil nog niet echt. Maar dat komt vast goed. Dus dat is eigenlijk allemaal wel weer lekker verlopen. Diamond painting ging ook wel lekker. Al merk ik nog steeds wel dat die pols niet echt meewerkt. Maar goed, dus we hebben weer wat dingen opgeruimd. En dan kan ik van het weekend hopelijk ook boven weer even verder. Omdat het nu wat minder warm weer wordt. Maar er vliegt nou wel weer van alles hier. Ik heb een mug of zo. Maar goed. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon naar Goede Tijden. En je hebt 4 handen op 1 buik. Vind ik altijd wel weer leuk om naar te kijken. Dus ik ben wel weer benieuwd. Ik ga nog even gamen. Dan ga ik mijn vlog afmaken. Daar ben ik wel even zoet mee. Want ik ben niet tot zaterdag gekomen. Wat ik normaal dus wel doe. Dus daar moet ik even flink mee aan de gang. Hopelijk werkt de laptop mee. Ik moet nog even foto's bewerken. Dus ik hoop dat ik alles afkrijg. Daarna ga ik Virgin weer verkijken en weer Box. En dan ga ik weer een nieuw boek starten. Dat vind ik ook af en toe weer leuk. Daar heb ik ook wel weer zin in. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik denk dat die best wel lang weer is geworden. Door alle verjaardagdingen en zo. Maar ik vind het dan toch leuk om jullie mee te nemen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze vlog te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een belletje zodra er een nieuwe video van mij online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!